Hallo, bij deze update over de babystokstaartjes. Ze groeien namelijk ontzettend hard. Ja, het is natuurlijk jammer dat niemand ze eigenlijk kan zien opgroeien. Ze zijn nu inmiddels 2 maanden oud. Nou, echt, ze groeien supersnel. Hier zie je er al eentje lopen. En achter mij zitten er nog meer. Nou, zoals je ziet, ze zijn echt ontzettend nieuwsgierig. Als ik nu zo even in het verblijf ga zitten, komen de grote stokstaartjes al bij me. Ja, die kleintjes doen echt precies alles na wat de grote stokstaartjes ook doen. Dus af en toe komen ze gezellig bij me. En ze zijn echt ontzettend grappig. Nou, zoals je kunt zien aan de beelden, de stokstaartjes zijn gigantisch druk. De ouders hebben er maar druk mee met 4 van de kleintjes. Ze zijn al lekker aan het graven, ze zijn aan het spelen. Ze kunnen ook zelf al naar eten zoeken, dus ze zijn niet meer helemaal afhankelijk van de melk van de moeder. En het leuke bij stokstaartjes is niet alleen de vader en moeder zorgen voor de kleintjes, maar het is eigenlijk de hele familie die zorgt ervoor. Dus ze zijn allemaal helemaal druk in de weer met de jonkies. Dus als de jonkies weer iets doen wat niet mag of ze zijn veel te ver van de groep weg, dan gaan alle andere stokstaartjes halen ze weer terug. Dus ze zorgen echt met z'n allen voor dat de jonkies een soort van opvoeding krijgen. Nou, ze zien er echt ongelooflijk schattig uit. Maar schijn bedriegt toch bij stokstaartjes. Als je goed kijkt zie je dat ze echt hele lange nagels hebben. Ze hebben ook best behoorlijk scherpe tanden. En stokstaartjes eten in de natuur ook gewoon andere diertjes. En eigenlijk een soort van roofdieren. Dus ze zien er heel schattig en aaibaar uit. Ik moet me stiekem ook wel een beetje inhouden om ze niet te gaan aaien. Maar helaas, stel ik zou ze gaan aaien, dan gaan ze echt wel happen. Dus ze zien er een stuk aaibaarder uit dan dat ze eigenlijk zijn, helaas.